Het slotstuk van 75 jaar vrijheid is 75 jaar VN. Want op 24 oktober 1945 werden de Verenigde Naties opgericht. Landen die gingen samenwerken voor vrede en veiligheid. Nou, Nederland trad meteen toe in 1945, maar Duitsland, Oost en West, pas in 1973. En dat had alles te maken met de moeizame banden na de oorlog. En dat normaliseringsproces, dat had een extra lading hier in de Gronings-Duitse grensregio. Want Groningen is nou eenmaal echt een grensland. En dat zie je aan grenspalen, douanekantoren, verdedigingswerken. En al die sporen in het landschap zijn nu gebundeld in een fietsroute. Groningen-Grensland. En die ga ik vandaag fietsen. En waar kan ik beter beginnen dan de Nieuwe Schans? De Dollard die ging van Nieuwe Schans, Bonenschans, Oude Schans, Blijhems, Zuidbroek, zo naar het noorden. Zo naar het noorden. En toen kwam hier een vestingdorpje te liggen, ja, Oude Schans. Ja, en die kwam hier te liggen omdat de Dollard, en die kant was met de moerassen, ja. Daar was de Dollard. Ja. En hier stonden de Westerwoldse aardes, die zorgden voor de natuurlijke afvoer van water van Westerwolde. En die stroomde hier in de Dollard. Ja. En de sluismeester die kon de sluizen openzetten en die kon er onder water zetten. Dus die weg kon ze mooi afzetten. Het was dus een hele strategische plek om een vesting te maken. Heel strategische plek. En daar zagen de deskundigen die zagen dat toen ook. En die zeiden, er moet hier maar een vesting komen. En hier kwamen dan soldaten hier gelegerd. Ja, er zijn hier 125 schepen en 2500 man aan boord en die zijn hier en zijn direct begonnen en de grachten gegraven en de wallen opgeworpen. Ja. En toen was Oude Schans gesticht, 1593. 1593, tijdens de 80-jarige oorlog was dat. Ja. Maar kunt u zich de inval, u zegt u bent in Klein-Hulza opgegroeid, kunt u zich de inval van de Duitsers nog herinneren? Heel goed. Ja? Ja, ze kwamen hier van Bellingwolde, ja? Een hele rij. Er waren donkere pakken aan en witte handschoenen. Wat dat voor mensen waren, dat weet ik niet natuurlijk. En die bleven daar bij, ik woonde daar. En op de bocht bleven ze staan, want wij hadden mijn over de weg. Dus die kon niet verder. Nee. En de brug die was ook in de lucht. Dus die kon ook niet over de brug. Dus ze kon niet verder. Nee. En toen kwam de man en met geweer achter mijn vader aan en met nog een buurman. En die zouden de mijn uit de weg halen. Nee. En de bevrijding, heeft u die ook in Klein-Hulza meegemaakt? Ook in Klein-Hulza meegemaakt, ja. Hoe was dat? Waren dat de Polen of de Canadezen? Nee, dat waren de Polen. De Polen. Ja, dat ging niet. Nee, nou, dat ging heel rustig. Ze kwamen eraan. Met twee auto's waren dat, maar ja, ik zie ze nog wel, maar wat voor auto's waren, weet ik ook niet meer. Er waren jongens en mensen die bij ons in het dorp woonden, die jongelui, die gingen, ja, die waren direct met elkaar, nou, in één jaar, zo heb je dat zeggen, zeg maar. En verder, ik weet nog wel, maar dat heb ik zelf niets gezien, maar ik weet dat er gebeurd is daar. Eén Duitser, die heeft een schuttersput gemaakt. En die wou de bevrijders in het zingen houden natuurlijk. Oh. Maar die was er flauw van, die wou, en die hebben ze in doodgeschoten en toen werd Oude Schans bevrijd. Dus dat ging heel gemakkelijk. Zeg maar. Wow. Maar verder hebben wij in Klein-Hulza. Ja, toch nog. De brug ging de lucht in. En toen hebben ze mannen hebben ze opgeroepen die ze zagen. En die moesten schuttersputjes graven. Okay. Daar bij de brug. Ze wouden dat verdedigen. En, maar dat is niet geworden. Maar wij zijn wel. En de brug die ging de lucht in. Dus de hele buurt. Nou, de hele buurt, maar de meesten. Die zijn Klein-Hulza ontvlucht en die zijn naar Den Ham gegaan en een eindje verder, nog een paar kilometer die kant op, naar de boerderij. En daar hebben we dus de oorlog verder mee. Ja, wat we wel beleefd hebben, dat was in 1943. Toen waren er Engelsen die wilden naar Duitsland, die wilden een bombardement, dat was overdag, morgens. Ja. En die zijn tegengehouden door Duitse jagers en die kregen luchtgevecht boven Bellingwolde.
En die vliegtuigen die werden benauwd. En die dachten dat ze boven Duitsland waren en die hebben de bommen laten vallen. En er waren meer van 1200 bommen. In de hele omgeving zijn de bommen gevallen. En dan zeg ik van mij drie doden, maar drie te veel natuurlijk. Drie te veel. Maar dat is wel een wonder. 1200 bommen. Ja. Het hele dorp, tramregels in de lucht. En het was een spannende tijd. En ik zat toen op school hier zo en dat was wel paniek. Nou, ik heb verteld, er waren 124 leerlingen en de meesters die waren ook een beetje in paniek. Eén meester daar de aarde zo voor de kop. En de hoofdmeester die hield de zaak, wel rustig, maar dat vergeet ik nooit meer. De raam die ging en de kalk van de muren af en noem maar op. Denkt u nog wel eens aan de oorlog? Altijd. Altijd? Nee, maar ik heb vanmorgen ook al gezegd, daar gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Maar niet altijd emotioneel doen, maar toch wel, dat is wel echt heel veel, heeft wel heel veel met mij gedaan. Ja. Dank u wel. Dan ga ik er weer vandoor. Ja? Ik ga Oude Schans in. Ja, en dan ga ik met mijn fiets toch. Goeie reis en tot ziens. Dat komt helemaal goed. En voorzichtig vinden. Komt goed hoor. Dank u wel. Doei doei. Wat een bijzondere kleur groen. Ja, het is een garnizoenskerk, hè? En daar horen dus soldaten bij. En dit zijn dus typisch die lege kleuren. Precies. Ja. Want dit was een garnizoenskerk. Ja. Dus dat was bedoeld voor de soldaten die hier in Oude Schans gelegen waren. Juist. Precies. Ja. En wat ook een mooie akoestiek. Ja, daar zijn we in heel Nederland beroemd om. Ja? Want we hebben hier klassieke muziekconcerten. Mm-hmm. En de muziek uit heel Nederland, ja. En die roemen deze akoestiek en daarom komen ze ook steeds graag terug. Ja, want jullie hebben hier regelmatig concerten? Nou, inmiddels 46 jaar, 8 keer per winterseizoen. Dat is heel erg veel. Ja. Wat gaaf. Ja. En hier hangen ook hele mooie foto's. Ja. Waaronder, ik zie daar de kiekasten. En het leuke is, daar ben ik natuurlijk net langs gefietst op mijn fietsroute. En daar ligt de meest noordelijke grenssteen van Nederland. En het leuke is dat de grens daar eigenlijk helemaal niet vast ligt. Want Nederland en Duitsland zijn het nooit eens geworden over de grens tussen in de Dollard en in de Eems. Dus er heerst een soort status quo. En ik zie dat u er dus ook bent geweest, want u heeft deze foto's gemaakt. Ja, ja. Is dat uw hobby? Is dat uw werk? Het is een beetje uit de hand gelopen hobby. Oké. Okay. zo, kijk. En dit Rotterdamse gebied is natuurlijk fantastisch mooi. Jij bent rondgefietst. Ja. Je hebt die open landschappen gezien en deze foto's getuigen van dit open landschap. Ja. Want dat waardeer ik ontzettend. Een beetje de abstractie van dit landschap. Een beetje Mondriaans is het eigenlijk, ja, in de zomer en in de winter. Precies, dat kun je zien. En waarom zwart-wit? Kijk, om hier in de kerk neer te hangen. Als ze in kleur zijn, dan komen ze zo naar je toe. Ja. Kijk, en het gaat om de kerk, het gaat om de concerten, het gaat om de muziek. Je gaat niet om wat er aan de muur hangt. Nee. Dus dan moet je een beetje bescheiden houden. Ja. Dus daar heb ik gekozen om deze expositie dus in zwart-wit te doen. Wat mooi. Maar ze blijven dus ook hangen hier. Hoor. Het is een vaste expositie. Het is een vaste expositie. Ja, ja, ja. En u bent ook Oudeschansker. Ik ben geboren en getogen. Geboren en getogen. Ja. Wauw, hier in de vesting. Ja. En wat maakt een Oudeschansker nou een Oudeschansker? Ja, wat maakt een Oudeschansker nou een Oudeschansker? Ja. Beetje... Misschien wel een beetje anarchistisch ook. Jawel, hè? Jawel. Dat Oost-Groningse. Dat denk ik een beetje, ja, kijk, je hebt een heel klein dorp. Ja. Je hebt hier, boeren in de regio. Ja. Arbeiders van de manier in een handje van middenstanders. Mijn moeder, ja, die had er direct na de oorlog al, of in de oorlog al, een klein kruidenierswinkeltje hier ook. Ja, okay. Dus je bent kind van een klein kruidenierswinkeltje. Ja. Dus je moet vrijhouden met klanten waar boeren waren. En je moet
Je moet met gewoon mensen die geen cent hadden, zeggen, schuim maar in met buikje. Ja. Maar we hebben geen centen meer. En het einde van de morgen betoven wel even. Maar als wel in s'avonds om 7 uur dan heb je achter de deuren van, nog een pakje roggebrood van mij. Nou, weet je wel, en zo ging dat. Ja. Nou, en in september dan starten we ons jubileumseizoen, 46 jaar concerten. Wow. Met een geweldige samenleving van uit het Noord-Nederlands Orkest. En dan, krijg je nog meer. Wat geweldig. Ja, nee. Dat was vast een groot feest. En hebben jullie daar een podium staan, begrijp ik? Ja, daar zit een muzici een beetje dicht bij het publiek. Ja. En dat geeft een hele goede sfeer. En, dat geloof ik. En zo in de foyer is buiten. En dan gaan ze met een kopje koffie lopen ze hier allemaal naar buiten. Dat is wel een fantastische plek voor een foyer natuurlijk. Ja. Duitsland en ik kan nog alle kanten op fietsen. Maar ik ga nu eerst terug Nederland in, want ik ga naar de Lethe, een hoekje langs de grens in de buurt van Bellingwolde. Waar zijn we? Ja, op de grenzen. Bij het drielandenpunt van honderden jaren geleden. En welke drie landen waren dat dan? Pruisen, Münster, bisschop van Münster was nog de baas, waar Bommel Beren tegen gevochten heeft. En Nederland, Groningen eigenlijk, want Nederland bestond ook nog niet. Nee, precies, het was dan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zelfs nog. Ja, correct. En dat kwam hier allemaal bij elkaar. Ja. En wat betekende dat voor dit gebied, dat dit zo'n grensregio was? Ja. Hier was een heel armoedige streek en dat bestond hier toen van agrarische sector en smokkel. En dat is heel lang zo gebleven. Ja, rokerij, tabak, van alle kanten melk en spul, naar Duitse kant het ook. En hoe werd dat dan gesmokkeld? Gewoon onder de jas en de grens oversteken? Nee, ze zetten het eerst halverwege heen en dan gingen ze soms weer heen. En dan weer een eindje verder en zo kwam het op de kanten. En andersom, drank. Drank. En vooral vrouwen deden dat. Lange jurken aan en onder de jurk ook een jute zak. En daar zat dan de drank in. En dan hier in de Lethe, nou dat is nog tot na de oorlog, woonden ook twee commiezen. Die commiezen hadden alleen maar als opdracht, smokkel tegengaan. En één mooi verhaal, dat is een vrouw uit de Lethe. Die voor de 25e keer gepakt werd met dranksmokkel. En dan gingen ze in die tijd bij de commies in de boeien. Afgevoerd naar de rechtbank in Leeuwarden. En die rechter die veroordeelde die vrouw tot een boete van 2,50 gulden, een riksdaalder. Dan praat je over de 30er jaren. En die vrouw kreeg het laatste woord en die zegt, ja meneer de rechter, maar als u mij veroordeelt tot 2,50 gulden boete, ja, dan dwingt u mij om straks als ik naar huis ga om weer te gaan smokkelen, want hoe moet ik ooit dat geld bij elkaar te halen? Dus toen zegt die rechter, ik schors de zaak. Okay. Dat duurde een kwartiertje. Die rechter die gaat daar weer zitten en die zegt tegen die vrouw, als u mij nou plechtig belooft dat u hier nooit weer komt, dan zie ik af van die boete en dan krijgt u ook nog wat van mij mee. En dan komt er een bode van de rechtbank met een aker, met twee emmers, met vissen erin. En die krijgt die vrouw mee. Die vrouw die gaat daarmee terug naar Winschoten. Ja. Verkoopt op de markt in Winschoten die aker en die emmers met vis. Toen had ze geld. Ja. Komt terug in de Lethe en het eerste wat er gebeurde, de grens over, drank halen en s'avonds groot feest hier in de Lethe. En in de oorlog ging die smokkelarij ook gewoon door? Ging gewoon door. Wat werd dan bijvoorbeeld van Nederland veel naar Duitsland gesmokkeld en van Duitsland naar Nederland? Ja, hier boter, kaas, eieren. Okay. Vooral dat soort dingen ging naar Duitsland toe.
Ja, en andersom, dat was altijd drank. Ja. Want dat was het meest lucratief. Ja, precies. Het huis waar ik nu in woon, dat loopt door dat is ongeveer 200 meter lang de tuin. Mm-hmm. Daar loopt een pad dwars doorheen en ook door het huis heen. Mm-hmm. En de anekdotes hier zijn vanuit de geschiedenis dat dat een smokkelpad was. Geweldig. Ja. Eeuwenlang zijn mensen heel erg aan weerszijden van de grens eigenlijk met elkaar verweven. Hoe ging dat na de oorlog? Was er toen iets geknapt? Of werden de relaties eigenlijk zo weer opgepakt? Oh, ik denk dat dat maar heel kort geduurd heeft. Ja. Zoals van het vertellen van mijn ouders, het had altijd goud geweest. Er was geen ene die belang had bij de oorlog. Zowel de Duitse niet als de Nederlander ook niet. Mijn moeder is hier net over de grenzen geboren. Dus die had altijd goud met name omgekend. Ja, dus de oorlog was echt iets van bovenaf. Maar gewoon de mensen die hier woonden, voor hun waren het gewoon de buren die het altijd waren. Ja. Maar ze spreken ook dezelfde taal. Ze verstaan elkaar ook. Ja. Ze kennen elkaar ook. Mm-hmm. Dus mooi. Bij die mensen heeft dat nooit geleefd. Mm-hmm.